Vandaag in het Rijnmond Nieuws. Sliedrecht opgeschrikt door schietpartij. Ik dacht dat het een spelletje was. Maar dat blijkt niet het geval dus. Lek nog altijd niet boven bij Feyenoord. De tweede helft gaan zij wat hoge druk zetten. En dan, ik weet niet wat wij aan het doen zijn. Maar dan krijg je zo'n goal tegen en dan eindig je in 1-1. En Ahoy gaat 3 avonden los op André Hazes. Nou, ik heb een Rotterdamse moeder, ik heb een Rotterdamse vrouw. Mijn kind is geboren in Rotterdam, ik woon er nu zelf. Maar ik hoor af en toe interviews van mezelf terug en dan ben ik gewoon een Rotterdammer. Zondagavond neemt de kans op regen sterk toe. Maandagochtend trekt de regen dan weer weg. In de middag en avond zijn er nog een paar buien, maar is er ook wat zon. Het wordt 14 tot 16 graden. Het was foute boel dit weekend. Maar liefst 2 schietpartijen in onze regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een Rotterdamse sauna beschoten. En een dag later was het raak in het normaal o zo rustige Sliedrecht. Dat zaterdagavond goed schrikken in de Vogelbuurt in Sliedrecht. Bij een schietpartij in de Sperwerstraat en op de Leijseweg raakten 2 mensen zwaar gewond. De schietpartij is een dag later het gesprek van de dag. Ja, een hele hoop gerikketik. En dus, wij dachten dus even dat het rotjes waren. Wij zeggen dus 7 tot 8 schoten hebben we dus gehoord. Maar als het een ander aantal is, dan geloof ik het gelijk. Ik zag op een gegeven moment de 3 personen hier naar de auto toe rijden. En op een gegeven moment was keihard wegrijden. Het waren de 3 in totaal. 2 lagen er aan de overkant en de andere jongen die ging die vluchten. Wat wij dus wel weten, is dat dus de taal die gesproken werd niet Nederlands was. Die kwam onder mijn balkon voorbij, zeg maar, en die riep, broer, broer. En hij liep hier naartoe, naar deze hoek. De 2 zwaargewonden zijn aangehouden, maar het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij in de Vogelbuurt. De politie neemt de schietpartij in Sliedrecht bijzonder hoog op. Vanwege de zaak is een zogeheten team grootschalige opsporing bijeengeroepen. Het is eigenlijk een hele rustige buurt hier, alleen, ja, er gaan geruchten dat in de hoogbouw zeg maar het een en ander zich afspeelt. Ben je geschrokken? Ja, ik ben geschrokken. Ik heb mijn moeder geappt van je moet binnen blijven, want dadelijk gebeuren nog meer dingen. Het is echt bizar. Gewoon heel raar. Gewoon, het is nog nooit gebeurd dit. Eigenlijk alle bewoners hier, die zijn er wel van geschrokken. Dat verwacht je niet zo dichtbij. Hè? Je zag rode flitsen. En dat is een soort mentezenspel. Dat heb je wel meer. Ik dacht dat het een spelletje was. Maar dat blijkt niet het geval dus. Ik vind dat het altijd heel gevaarlijk dichtbij komt. Deze sauna op de Schieweg in Rotterdam-Bergpolder is in de nacht van vrijdag op zaterdag onder vuur genomen. Er was op dat moment niemand in het pand aanwezig. In het raam zitten 3 kogelgaten. Omwonenden hebben 's nachts niet meteen doorgehad dat het om een schietincident ging. Ja, we hebben zeker wat gehoord. We waren ook wakker. Volgens mij gebeurde het om 2 uur of zo. Maar we dachten er eigenlijk niks geks van. Want we horen wel vaker knallen. We dachten dat het vuurwerk was of zo. Ik hoorde midden in de nacht 3 platte knallen. Ik dacht dat zal het zijn. Maar toen ben ik gewoon verder gaan slapen. En ik hoorde van mijn moeder dat in de loop van de nacht allerlei politie hier voor de deur stond en dat die schijn ook nog hebben gezocht naar waarschijnlijk de kogels. Ik schrik er wel gewoon van dat de criminaliteit gewoon zo enorm omhoog gaat. Verbaast het me dan toch ook weer, want als ik hier zo heel dag leef, merk ik eigenlijk helemaal geen rare dingen. Dat voelt wel raar. Aan de andere kant, als het nou ergens in de straat zou gebeuren, dan verbaast het me niet dat het hier is. De politie die zou meer moeten doen om de wapens in beslag te nemen. Toch nog meer patserscontrole, toch nog meer de jeugd controleren. En ik vind het gewoon eigenlijk heel irritant worden dat het iedere keer dit soort zaakjes zijn. Ja, net als Feyenoord had ook Sparta een slecht resultaat, want in Groningen werd er met 2-0 verloren. En dan te bedenken dat Sparta wel bij de stand van 0-0 een strafschop kreeg die Brian Smeets uiteindelijk miste. Uiteindelijk liep Sparta meer schade op, want de keeper Koremans die werd met een rode kaart van het veld gestuurd naar een kopstoot richting een tegenstander. Voormalig Sparta-trainer en technisch directeur van Feyenoord, Rob Baan, die is maandag te gast bij FC Rijnmond. En dan zullen we het ongetwijfeld hebben over die 2 desastreuze resultaten van Sparta en van Feyenoord. Het is heel raar.
We zeiden tegen elkaar na het verliespunt in Sittard. Ja, je gaat natuurlijk de break in en ja, dan is iedereen weer terug. En dan heb je wat recht te zetten voor iedereen. Ik denk voor, voor alle fans, voor onszelf. En dan speel je denk ik een aardige eerste helft waar je al moet uitlopen met 3 of 4 goals. Dat gebeurt niet. Ja, en de rest geef je dat dan aan dat gewoon die goals erin moeten. En dan als het 2-3, 4-0 is, dan is het gewoon gespeeld. Tweede helft gaan zij wat hoger druk zetten en dan, ja, ik weet niet wat wij aan het doen zijn, maar ja, dan krijg je zo'n goal tegen en dan eindig je in 1-1. Jullie hebben allemaal een kilt aan, ja, dan moet ik vragen, zit er wat onder? Ja, wie weet dat, wie weet dat. Dan moet ik kijken, zou ik zeggen, maar als Nederlanders bij om die Schotse cultuur zo uit te dragen? Het was eigenlijk onder het genot van een borreltje samen met mijn buurman. Die zit hier in het bestuur van de atletiekvereniging. En die, ja, ze zochten iets nieuws. Dus ja, van de een kwam het ander. Ik denk dat het als vrouw zijn heel leuk is om hierheen te gaan, al die mannen in kilt. Zeker, maar we hebben ook vrouwenteams en dan is het weer voor de mannen leuk. Ik denk dat de holding barrels, zoals het heet hier op deze spelen. Moet je twee vaten vasthouden van een kilootje of 75. Dus ja, dat was het onderdeel net, ja. Hoeveel seconden had je? Ik had niet meegekregen. 44. 44 en een half. Dus bijna net zoveel als de eerste van ons team. Maar dat is helaas net niet gewonnen. Een groter contrast bestaat bijna niet. Terwijl André Hazes in Ahoy 3 keer optrad en het dak ervan afspeelde, kwamen op dezelfde plek duizenden gamefans samen tijdens het evenement Dream Hack. Tijdens het evenement werd ook het NK Indoor Drone Racing georganiseerd. Ik stap echt een wereld in, werkelijk waar. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, en dat, ja, het is op zich ook wel een hele nieuwe sport. En de Runners Federation wil het ook meer aan de aandacht brengen. En daarom staan we ook dit weekend met de NK Indoor Drone Race in Ahoy. Het is in Nederland toch wel een opkomende sport. Ze zijn ooit 4 jaar geleden begonnen met toch een kleine groep. En inmiddels is de groep toch wel, ja, zoals je ziet, uitgegroeid tot ik denk wel ergens tussen de 80 goede racepiloten. Pilots ready. Thumbs up if you're ready. Liz. De bedoeling is dat we met zelfgemaakte drones dat we een parcours afleggen. En dan moeten wij gewoon qua tijd moeten wij ons kwalificeren. En dan hebben wij 6 kwalificatierondes vandaag. En daaruit worden de snelste 16 bepaald. Die gaan door naar een dubbele knockout. En vanuit daaruit wordt er een finale bekend en een winnaar bekendgemaakt. Wat is het moeilijkste onderdeel? Het moeilijkste onderdeel is de omgeving door de reflecterende beelden. Voor de rest is de track goed te doen, maar het is echt de omgeving die het moeilijk maakt. Aan de drone zit een klein cameraatje bevestigd waarmee de piloten het parcours kunnen zien. Ja, en niks geen high definition. Dit is het beeld dat ze hebben. En als je met de snelheid van meer dan 100 km per uur vliegt, kun je inderdaad concluderen dat het makkelijker gezegd dan gedaan is. Ja, wat maakt het zo mooi? Je bent helemaal vrij in de lucht. We zijn natuurlijk allemaal voetgangers, zo gezegd. En nu kan je je verplaatsen ook in de lucht. Voor de derde keer Ahoy. Nou, het is de derde keer, maar het voelt weer als nieuw hoor. Ga je ook steeds meer Rotterdammer voelen nu? Ik dacht altijd dat ik in Amsterdam was en dat zou ik ergens ook altijd wel zo zijn. Maar nou, ik heb een Rotterdamse moeder, ik heb een Rotterdamse vrouw, mijn kind is geboren in Rotterdam. Ik woon er nu zelf, maar ik hoor af en toe interviews van mezelf terug en dan ben ik gewoon een Rotterdammer. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Maar dit is zo'n jong... Waar zoveel energie in zit, waar zoveel liefde in zit en gekkigheid. Die heeft die drang en die ambitie. Ja, dat is heerlijk. Wat hij
eigenlijk geeft aan de wereld, is ook wat hij krijgt van zijn fans. Dus dat is alleen maar te gek. Ben ik dan, ga jij maar door. Alles wat we hadden gepland met een drummer op zijn kop, alles klopte gewoon. We hebben echt heel erg genoten. We zijn hier met ja, hele familie. Morgenavond weer. Echt serieus? Serieus. Maar zo'n grote fan van André of van Ahoy? Ahoy. Ahoy en André. Ik heb nog nooit een klote sfeer meegemaakt in Ahoy. Dat meen ik serieus. Of ik hier nou stond bij Nacht van Oranje of bij de Vrienden van Amstel of wat dan ook. Of bij mijn echt zo zitten ze altijd goed. Een voetballer die af en toe invalt, die gaat in één keer de Champions League finale spelen. Want zo voelt het echt. En hij scoort 2 keer. Nou, dan heb je het wel prima gedaan, denk ik. En zo voelt het echt vandaag. Dus ik ben hier echt een heel trots man, hoor. Als dit geen gezelligheid is, weet ik het ook niet meer. En hiermee is een einde gekomen aan het Rijnmond Nieuws. Ik zou zeggen, geniet nog even van je weekend en we zien je snel weer. Dit was het Rijnmond Nieuws. Meer nieuws via Rijnmond.nl of via de Rijnmond app.